zin om er nu weer te zijn. Ik heb een mega lijst met dingen die ik wil doen. Kleins, hè? Dit is de reden waarom als ik samen woon ik nooit ga klussen. Want vind ik dat zielig als ik alles vernieuw. La la la, woerboe. Nou, deze beauty hand. Oké, ik moet eerst aan mijn tafeltje werken. Al je vloeistof heb je meteen binnen. Zo met de schemer lijkt het dus wel mooi. En ze heeft Chico mee naar school genomen. Het was wel, moet ik zeggen, heel erg lekker om een keertje in 3 dagen te werken. Oh, hè? Wat zit er op haar hoofd? Appelschap? De vrouw is nog zo'n groot tasje. Super veel brood. Is beter. Dus dat is echt zo'n laatste taak waar je dan echt tegenop ziet. Dus jullie reageerden allemaal massaal dat het transportbout er misschien nog op zaten. Wasmachines, inderdaad. Zo, mooi lampje. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Zo jongens, goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is nog lekker vroeg. Ik ben vroeg opgestaan. Ik had nog wel willen slapen, maar ik dacht ik ga gewoon lekker opstaan. Ik wil lekker naar mijn huisje. Ik ben jullie zaterdag best wel overhaast weggegaan. Zin om er nu weer te zijn. Ik heb een mega lijst met dingen die ik wil doen. Dus ik heb heel erg te denken van, ga ik eerst even rustig de dag opstarten hier en even editen? Of ga ik eerst meteen de deur uit? Maar ik neig denk ik naar het eerste. Al heb ik zin om meteen de deur uit te gaan. Ik denk dat ik gewoon even lekker een ontbijtje ga maken hier. Spullen even uitruimen en dan lekker editen. Dat is wel chill, maandag vrij. Dan kan je dus, volgend jaar wil ik misschien sowieso de maandag. Dan kan ik mijn vlog gewoon in 1 dag even fixen. Dat is wel fijn. Jongens, ik onderbreek deze vlog heel eventjes om jullie wat te vertellen. Want ik heb deze week een superleuke samenwerking. Oftewel sponsor voor deze vlog. Mega leuk. En het is een merk waar ik heel erg enthousiast over ben. Misschien ken je het wel. Namelijk Y-Food. Ik kreeg een poosje terug dit superlekkere pakketje van ze opgestuurd. Met allemaal Y-Food flesjes en zakjes. En Y-Food is niet de standaard shake die je misschien verwacht. Y-Food is een maaltijd in een fles. Deze fles, best wel ook een lekkere compacte fles met een goede inhoud van 500 ml, is een maaltijdvervanger. Dit is ideaal voor de dagen waarop je even geen tijd hebt om iets gezonds te eten. En denkt ik ga wel iets ongezonds onderweg of ik eet wel eventjes niks, ik sla wel eventjes over. Eet zo'n flesje voorziet je van alle essentiële voedingsstoffen die je nodig hebt. Het bevat 500 calorieën, dus het is ook echt een maaltijd. En het zorgt ervoor dat je echt vol zit. Super chill. Ik heb ze getest. Dit is het enige flesje wat ik nu nog over heb. De andere heb ik allemaal al op. Ik heb deze ook bewaard omdat ik hier heel erg benieuwd naar ben. Het is namelijk kokosnoot. En ik ben echt mega fan van kokosnoot. En ze hebben hem dus ook nog in een zakjesvariant. Waarbij je hem dus zelf kan shaken. Ik heb er ook een beker bij gekregen. Allebei ideaal eigenlijk. Heeft allebei voordelen. Wat ik hier heel erg chill aan vind. Dat ik nu natuurlijk best wel hectisch ben met het klussen en zo. Dit zet ik gewoon koud. En vaak denk ik, oh ik moet eventjes snel ergens naartoe. Oh ik moet ook nog eten. Oh ik haal wat onderweg. Heb ik deze dus gewoon meegenomen. Perfect. Vol gevoel. En ook al die voedingsstoffen. En dus ook nu met het sporten, wat ik natuurlijk nu al meer dan een jaar heel veel doe, zit er super veel eiwit in. Dus dat is ook echt heel fijn. Ze hebben dus zeg maar de normale lijn en ook een vegan lijn. En ik neem de normale lijn, want dit is met koemelk, maar zonder lactose. Dus hier kan ik gewoon helemaal goed tegen. Kan je tegen soja, dan hebben ze ook een vegan lijn. Ook super fijn. En ik vind ze eigenlijk allemaal heel erg lekker. Ik moest dus alleen deze nog eventjes gaan proeven. Mocht je het nou ook willen proberen, dan heb ik hier een kortingscode voor jullie. Mijn code is CharlotteB-YouTube in hoofdletters. En er staat ook een linkje in de beschrijving. Ik kreeg trouwens helemaal zo'n nostalgisch gevoel van vroeger. Toen deed je altijd hier zo'n rietje doorheen prikken. Oh, dat zou eigenlijk ook kunnen. Ik ben dus zo benieuwd naar die kokos. Ik heb hem lekker koud gezet, want dat vind ik lekkerder. Ik vind het echt heerlijk. Dit moet. Het ruikt super lekker. Oh, het is nog anders dan ik hem had verwacht. Lekker hè? Wow, wat komt hier langs? Ja, ik vind het echt top. Ik ben fan. Ik heb wel eens een hele bijvoorbeeld genomen. Maar ik heb ook wel eens maar een halfje genomen. Want je kan het gewoon nog een dag bewaren en open laten staan. Ook heel erg handig. En dan heb je gewoon eventjes snel 250 calorieën, toch je voedingsstoffen en een vullend gevoel. Ik ben heel benieuwd of je Y-Food al kent en zo niet of je het wil proberen of je er benieuwd naar bent. In deze vlog heb ik het dus ook deze week best wel vaak gedronken en ik heb het ook wel eens een keer voor jullie gefilmd. Dus dit was het en dan gaan we nu weer eventjes verder met deze week. Oh, en ik ben dus helemaal fan van die shakies, maar ze hebben dus ook repen. Die heb ik nog niet geprobeerd, maar die kun je ook zeker proberen met mijn kortingscode. Oké, bye! Oh, en qua smaak, die banaan vond ik echt 100% gewoon McDonald's milkshake. Die chocola vond ik echt naar chocomel smaken. Maar het heeft heel erg een romige milkshake-achtige substantie. Echt super lekker. Ik moet even deze hele tas met spullen uitladen. Ik heb gisteren cadeaupapier bij de Action gekocht. Dat heb ik nodig. Dit vond ik te leuk om bij het cadeautje van mijn bonusdochter te doen. Ik had 2 salades gekocht.
Dit gaat lekker nu met haverjoghurt eten. Blauwe bessen. Avocado. Bij de kinderafdeling van de Flying Tiger had ik echt deze superleuke oorbelletjes die ik echt iets voor mezelf vind. Heel leuk fotolijstje. Flying Tiger en deze van de ook Flying Tiger. Ik twijfelde. Het zit vast aan mijn knoflook. En dit weer knoflookbollen. Ik kon ze steeds niet vinden. Ik twijfel of deze erbij past, maar ik denk dat het toch wel heel leuk gaat zijn. Ineens zie je overal dit soort lijstjes. Echt bizar, ik heb echt mazzel. Tomaatjes, nog meer avocado. Ik heb al zo lang geen avocado gekocht. Dan heb ik dan nog wat voor in de klas, maar dat ligt al bij mijn ouders. Ik heb dubbelzijdig tape, dat komt ook altijd wel van pas. Ik hoop heel erg dat ik hiermee kaarsen kan versieren. Dat wil ik al heel lang doen. En Nicole zei dat ze het ook wil, dus dat leek me heel leuk om onze sleepover. En sowieso hebben ze echt voor 1,50 super mooie kaarsen. Kaarsen brand ik echt altijd op. En ik heb hele leuke. Het leek me heel leuk om met Nicole. Hi Nicole, als je dit ziet. Lekker armbandjes te maken. Want ik heb dat dus ook met mijn bonus op gedaan dit weekend. Oh, en dit vond ik zo handig. Om zelf knopen erop te maken. Weet je hoe vaak ik een knoopje nodig heb op mijn kleding? Of denk van, zat er nog maar een knoopje hoger of lager? Dus dat is ideaal. En nog een kralen setje. Het lijkt me gewoon heel erg leuk om dat met Nicole te gaan doen. En dit vond ik ook waanzinnig, want dit is echt mijn droom. Om altijd al een keer een brief te kunnen versieren met zo'n van de verraders, weet je wel, zo'n ouderwetse stempel. Deze kaars leek me ideaal maatje en dus top om te versieren. Maar ik weet dus niet of het lukt met crayons. Want ja, het is natuurlijk geen wax. Maar ik had gezien volgens mij dat ze daarmee deden. Voor mijn auto vind ik het altijd lekker van die babydoekjes. Ze moeten weer naar mijn auto toe. Ik vind het altijd heerlijk. En dit komt nog uit mijn oude huis. En nog allemaal kledinghangers, want ik heb hier meer hanggedeelte dan in. Dus niet zo meer. Dus we hadden weer hangers nodig. Van de H&M, deze heb ik altijd. Dit vond ik nog schattig voor mijn bonus op mijn verjaardag. En dan heb ik dus die kaarsen ook nog in deze kleur. We beginnen de week lekker met de shoplogie. Sommige mensen denken altijd, oh my god, wat koop je veel. Oh, waarom doe je dat? En anderen denken, oeh, leuk, doe maar. Kijk, hoe leuk om deze te versieren. Als het lukt. Dat was het. Ik ga even alles een plekje geven. Klein, hè? Breakfast. Haverjoghurt, hennepzaad, dragonfruit, havermout, suiker, arme, muesli en blauwbessen. Wow, dat was zo raar. Ik loop zo lekker la la la, even naar de wc gewoon toe lopen. Er ligt dus water op mijn gietvloer. Ik glijd vol uit, maar echt zo. Echt wat je precies in de film zit, gewoon zo la 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 la, boom. Maar ik viel echt precies zo op dit stuk van mijn bil. Dus ik heb helemaal geen pijn. En op mijn hand, maar ik snap niet. Want als je met je volle gewicht keihard op de grond valt, moet dat toch pijn doen? Moet blauw worden, maar ik heb er dus helemaal geen last van. Nou jongens, ik zit te editen op de bank, maar hier gaat iets niet goed hoor. Ik schrik me helemaal dood. Het is de tweede keer, maar het is nu heel erg. Iedereen heeft hier sowieso last van. Je moet echt geen wasje meer draaien voordat dit gefixt is. Gaat hij nou open? Ja, hij gaat wel open als je hem uitzet. Dat had ik niet verwacht. Hij was aan het centrifugeren op de hardste stand. Dit kwam helemaal naar voren. Mijn droger was ook helemaal naar voren gekomen. Het is er helemaal afgetrild hier. Ik heb speciaal voor echt 80 euro of zo zo'n ding besteld. Voor de stabiliteit, maar... Zo, even een salade voor de lunch. Dat is lang geleden. Lekker met wat extra toppings heb ik erop gegooid. Heb ik 5 graden, nu 6, zodat de muur niet gaat splijten, wat gelukkig goed is gegaan.
Ik zie nu dus dat ik het helemaal niet heb gefilmd, het eindresultaat. Want ik wou jullie net vertellen dat ik het heb omgedraaid. Ik was een beetje dom. Ik had me de hele tijd ingebeeld dat die gordijnen en brassen dus op de gekleurde muur bevestigd moesten worden. Ik vond het al niet zo mooi staan. En toen ging ik op internet kijken en toen dacht ik, dat het verkeerd. Maar goed, ik heb dus niet laten zien hoe het eerst was, maar ik heb het nu goed. Nu is het dus goed. Ja, het is zoveel gordijnen, dat past bij geen enkele embrasser er helemaal in. En hier zitten nu twee gaten. Maar ik moet zoveel gaan fixen nog aan de muren, dat komt er goed. Maar de gordijnen vallen er gewoon precies voor. En hier ging ik boren en toen ging die schroef er niet goed in, want deze muur is juist hol. Dus hier had ik niet hoeveel boren, dus toen heb ik geschroefd. Net een plekje ernaast. Dit is de reden waarom als ik samenwoon ik nooit ga klussen, want vind ik het altijd zielig als ik alles vernieuw. Kijk, hier zitten twee gaten, maar goed. Komt wel goed. Dit is de kant waar ik het eerst fout had gedaan. Sowieso ging ik het water pas doen met de twee gaatjes. Maar dat moet je dus niet doen, want als je de gaatjes recht doet, wordt dit scheef. Dus je moet hier naar kijken. Het is heel moeilijk om die schroef er helemaal in te krijgen. En hier heb ik het dus eerst fout gedaan. Maar ja, dat moet ik allemaal gaan opvullen. Nu denk je, oh zonde, maar komt allemaal wel goed. En dan stop je dus zo je gordijn erachter. En eerst had ik het dus een beetje dom gedaan. Ja, ik heb nog nooit een gordijn in brassen, maar dit valt er dus voor. Dus krijg je er niet helemaal achter. Het zit niet 100% strak vast, omdat je gewoon niet met je schroevendraaier erbij komt. Ik heb hem echt op z'n allerlangst gemaakt, maar het is heel moeilijk om erbij te komen. Dus. Maar dit is gewoon netjes zo. Nou, deze beauty hangt. Wowie. Dit is wel echt waanzinnig. Echt leuk. Yummy. Goedemorgen jongens. Ik kom net uit mijn bed gerend. Ik zat lekker eventjes mijn vlog te preparen. Maar ik had bij de Albert Heijn besteld. Want ik dacht, ik ben natuurlijk vanaf donderdag 8 dagen of zo alleen. Ja, moet ik voor 8 dagen avondeten in ieder geval regelen. En dan, als ik het nu liet bezorgen, kost het maar 1,70. Want het is zo'n milieuvriendelijke route. Dus ik heb lekker, het lijkt wel gesponsord, boodschappen besteld. Maar er stonden nog 4 klanten voor je. Dus ik lag lekker in bed te editen. En toen was die man er al. Dus dat ben ik nu even aan het uitruimen. Ik heb best wel veel. Ik hoefde maar iets van €30 te betalen. Omdat ik spaar altijd zegels. En die had ik er afgetrokken. Dus daardoor, dat is super chill. Hoef je nu in verhouding heel weinig te betalen. Dus ik ben al een beetje aan het uitruimen. Meestal is er niet echt plek voor zoveel dingen in de koelkast. Maar nu gaan ze natuurlijk toch op vakantie. Dus is er lekker meer plek. Oké, ik heb muesli. Die was 1 plus 1. En maïswafels. Afbakbroodjes. Spelteierkoeken. Oh, dit was eigenlijk nog voor een cadeautje voor mijn bonusdochter. Omdat ze voor het verjaardag is. Hij is gek op die thee. Ik dacht, nou leuk als het ook 1 per se gratis. Lekkere pizza saus. Dan heb ik deze. Ik wil dit weer eens een keertje proberen, omdat het toch gezonder is dan haverjoghurt. Hier was ik heel erg benieuwd naar. Lekker een keer als ontbijt. Soep voor als ik er zin heb om te koken. Aardbeien, havermelk, witlof. Hier nog wat groenten voor een keer. Aardappeltjes voor stamppot. Zalm, courgette pizza. Tomaatjes voor de pasta. Mozzarella feta voor de witlofschotel. En dan nog kaas en courgette, appels en peren. Hey guys! Ik heb heel veel zin om... Kijk, op mijn vrije dagen wil ik natuurlijk altijd even naar mijn stadje of zo. Of iets doen. Ik hou ervan, iets kopen. Maar dit zijn natuurlijk nu mijn 2 vrije dagen. Het is alweer de laatste dag. Als ik het wil, moet ik het nu doen. Maar ik heb dat lesbezoek en ik moet mijn les nog voorbereiden. Dus ik moet van mezelf eerst naar mijn huis. Sowieso daar ontbijten. Even wakker worden, matchaatje, yoghurtje. Even mijn les voorbereiden en dan even lekker weg. Dus niet weg met de gedachte, ik moet nog mijn les voorbereiden. Nee, eerst dat doen. En dan komt die man ook eventjes zijn whiskyfles ophalen. Er schijnt een zonnetje. En ja. Dat. Oké, voor het eerst aan mijn tafeltje werken. Mama's les ging dus echt waanzinnig goed. Die had echt een mega groei doorgemaakt met dat Edi. Ik zat echt bijna niets om aan te merken. Gewoon bizar. Ja, ik ben gewoon niet zo heel erg goed met studeren. Ik zie hier dan altijd tegenop totdat ik begin en dan vind ik het helemaal leuk. Maar ik hou gewoon heel erg van het gewoon doen. Ik ben niet zo heel erg van het voorbereiden. Zo ben ik gewoon niet. Dus ik hou me niet van dit soort lesbezoeken waarin je specifieke dingen moet voorbereiden en zo. Ik wil liever dat mensen gewoon lekker random binnenkomen wandelen. Maar ik moet echt even aan de bak. Ik ga aan deze kant zitten. Het is leuk zo'n schaal op tafel, maar toch vind ik het altijd irritant. Ik vind het altijd fijn als mijn werkplek gewoon lekker leeg is. Ik heb mijn Edi-boek, maar vorige keer heb ik hier zoveel in gelezen, dus je uiteindelijk ook weer een beetje in de war raakt. Dan heb ik hier mijn handleiding. Het werkboek.
Ik twijfel nog tussen twee lessen. Het is de bedoeling bij Edi dat je dus een nieuwe lesstof aanbiedt. Dus je hebt dan in de methode heb je binnen een blok een aantal nieuwe doelen. En een aantal herhalingslessen zeg maar, van dat doel. Dus je moet dan een nieuw doel aanbieden. Het is niet altijd dat je denkt, wow, wat nieuw. Soms denk je, dat kennen ze toch al. Maar bijvoorbeeld had ik gezien, een van de lessen waar ik over twijfelde, gaat het over 5 sommen, wat ik vorige keer had. Maar dan ook een nieuwe term, moeilijke sommen. Dus dat is dan het nieuwe eraan. En mijn collega gaat een les met klokken doen. Maar klokken zijn niet altijd, ik weet niet, ik vind dat gewoon zo'n ander soort iets dan gewoon rekenen, weet je wel. Het is echt een apart onderdeel. Dus ik doe liever gewoon het rekenen, het gewone rekenen. Ik baal echt als iets Dragon Fruit op is. Het is zo lekker crunchy. En een mooi kleurtje. Ik mocht die toen uitzoeken, maar nu willen ze niet meer samenwerken omdat mijn code te weinig is gebruikt. En het is echt best wel duur. Zo, lunch ziet er niet zo lekker meer uit, maar ik had even gijzenkaas in de oven gedaan. En zo'n witlofsalade van de Jumbo. En dat, ja, ik laat er op eten. Ik probeer een beetje wat gezondere dingetjes te eten. Ik vind een boterham toch elke dag een boterham. Dus ik had zin om even een uurtje naar het centrum van Amsterdam te gaan. Waar ik laatst ook met Linda was. Maar nu kijk ik en denk ik, al die parkeergarages zijn vol. Dus ik hoop toch niet. Want het was echt mijn doel van, oké, ik mag 1 uur van mezelf even Primark, TK Maxx. Even omdat ik dat al heel lang weer wil. Ik vond het zo leuk toen. Het voelt gewoon heel stoer en volwassen dat je gewoon je auto kan parkeren midden in de stad. Al is het echt gestoord duur. En ik hoop niet dat ik nu dus aankom. En dat dan alle garages vol zijn. Want het is allemaal één richting verkeer. Dan ben ik echt de sjaak. Dat zou zo zonde zijn, want het is wel een half uur rijden. Maar met de trein was het 16 minuten, maar dan met wachten op de trein erbij. En weer lopen daarheen. Dat dacht ik, is uiteindelijk net zo duur. Net zo lang is het ook 10 euro aan treinkosten. Dus ja, ga ik net zo goed even een uurtje met de auto. Maar het is zo druk. Het is echt gestoord. Ik dacht, ja, dinsdag is er niemand, maar Het is echt druk. De plek, dus recht tegenover Zoetsville. Oké, there we are. I'm back from Amsterdam. Willen jullie weten waar ik mijn geld dit keer weer aan heb gespendeerd? TK Maxx. Hele lange lucifers. En ook zo'n kaarsendoper en zo erbij. Een kapstok, want ik wilde er nog eentje. Ik weet nog niet precies waar ik hem wilde, maar ik weet wel dat ik hem meer wilde om jasjes en badjas en zo op te kunnen hangen. Zelfde soort lijn. Dit is denk ik echt mijn favoriete aankoop. Ik weet niet of jullie weten dat ik dus echt niet van hout hou. Ik hou niet van hout interieur, maar dit vind ik echt geweldig. Dit ziet er zo luxe uit. Het had ook van je oma kunnen zijn, maar ik ben helemaal fan. Een serveertray met 2 bakjes. Ik vind het echt geweldig. Zo mooi. Hetzelfde geldt voor deze koffietjes. Als ik een mooie servies zie, dan wil ik het gewoon toevoegen aan mijn collecties. Hadden we helaas geen 4, maar wel 3. Deze geweldige komma. Ja, ik gebruik het ook echt veel. Ik zit me te verantwoorden, maar ik gebruik het echt veel. Ik eet gewoon heel vaak uit dat soort komma. Ik ben er gek op. Dit kon ik ook niet laten liggen. Eigenlijk voor mezelf. Het is een cadeauverpakking. Want zo ontzettend leuk. Als je dit ziet, het is echt een leuk cadeautip. Zo'n plateautje met een hele toffe kaars. En dan van die gekleurde lucifers. Nou, geweldig. Maar wat ik laatst ook al zei, ik kan me echt voorstellen als je dit ziet en denkt, oh my god, ik zou dit nooit van mijn leven willen kopen allemaal. Deze zout wilde ik al langer, maar ik vind hem zo ontzettend leuk staan. Himalaya zout die je gewoon zo kan doen. En, omdat ik echt fan ben van lange lucifers, in het zwart. Vind ik gewoon fantastisch op de wc. Hele leuke baking trays. 6 stuks waar je dus bijvoorbeeld een bananenbrood mix. Je kunt verdelen over 6. En dan heb je dus een super leuk maakje. Ik denk als ik weer lekker eenmaal gezet ben, dat ik echt wel weer zin heb om lekker te gaan bakken. Deze mand vond ik heel leuk voor mijn bonusdochter. Omdat het echt wel een beetje haar stilo is. Ga ik haar cadeautjes. Ik kan natuurlijk een Hello Kitty tasje. Maar dan ga ik het andere deel leuk in dit doosje doen. Ik vind dit mandje. Ik vind het zo leuk. Of ik doe het tasje erin. Douchegel koop ik niet zo vaak voor mezelf, omdat ik wel voorraden heb. Maar ik vond dit zo geweldig. De geur is niet normaal. En ik zie het helemaal voor me dat dit in mijn nisje staat in mijn badkamer. Dus die moest ik hebben. En bij de Primark, heel leuk. Dus ook dit hoofdbandje, want die vond ik gewoon heel erg schattig voor de zomer. Maar dit vind ik echt te gek. En ik weet nog niet waar ik ze ga leggen. Deze waarschijnlijk voor de badkamer, maar dit is helemaal mij. En deze kon ik ook gewoon niet laten liggen.
Maar ik vond het zo leuk. En dan als laatste nog geweldig papier voor in een cadeautasje. En nog een aantal hele leuke cadeautasjes. Hier staat een kaartje bij. En deze. En deze. Dus niet wat nodig was, maar wel weer heerlijk voor mijn Tiki Max verslaving. Voldoening. Kijk. Dit dacht ik dus al, dat staat super leuk. Ja, het moet nog een beetje netjes opgeruimd worden, maar dit vind ik echt wel leuk. Helemaal moi. En deze, ook fantastisch. Helemaal moi, helemaal matchy matchy. Heel leuk. Ja, dit ook. Dat had ik me helemaal ingebeeld zo. Dat is toch te leuk. Ja, ik ga zo nu sporten. Maar ik weet niet of ik dat verteld. Ik had een bank besteld. En die had ik op tijd geannuleerd. En hij is dus alsnog bezorgd. Terwijl ik aan kon rijden, was de bezorger er. En mijn plan was om te zeggen, ik wil hem weigeren. Maar ik was zo benieuwd dat ik hem dus toch heb aangenomen en in elkaar heb gezet. Maar ik vind dus op zich het bankje helemaal niet verkeerd staan. En het model op die manier. Alleen de kleur is echt, het is dus beige. Maar het lijkt bij mijn andere kleuren heel erg grijs. En de tafel lijkt daardoor geel. Ik weet dat mensen ook zeggen, ik retour te veel. Ik probeer het echt niet te doen. Ik had deze expres geannuleerd. Maar hij werd dus toch bezorgd. Ik had hem niet open moeten maken, I know. Maar nu moet hij dus toch retour. Ik was er juist uit wat ik wilde. Daarom had ik het geannuleerd. Maar ik kon de verleiding gewoon niet weer staan. Omdat ik zo benieuwd was hoe het zou staan. Ja, yeah, oké. Okay. Let's go to the Jimmy, 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 Jimmy. Oké, haar en staart lekker naar de gym lopen. Het is 5:45. Ik heb dus vandaag... Ik heb al een visje gehaald net. Ik denk dat ik als avondeten... Misschien ik mis veel honger. Ik eet het niet bij mijn ouders. Dus ik zit te denken dat ik misschien eventjes een shakey nu. Terwijl ik naar de sportschool ga... Lopen. Ja, ik ga naar sportschool lopen. Neem ik lekker een shakeje van Y-Food. Dit is dus de normale variant in bananensmaak. Lactosevrij. Dus deze mag ik hebben. Ideaal. En dan heb je meteen al je voedingsstoffen binnen. En ik heb hem lekker koud gezet. 26 vitamine en mineralen. Heel veel eiwit. Dus dat is lekker voor sporten. Lactosevrij, glutenvrij. Geen toegevoegde suikers en vezels. Dus dat vind ik nu wel even lekker. Ik heb niet zoveel trek, maar het is toch avondetijd en ik ga sporten. Dus deze neem ik mee. En dan zie ik jullie later weer. Zo met de schemer lijkt het dus wel mooi. Maar ja, als het licht erop schijnt, is die tafel gewoon geel. Ik ga nu lekker naar huis. Nou ja, ik moet nog even een broek aan doen. Ja, nou ja, je ziet wel echt gewoon, het is gewoon geen match. Jammer hè? Zonde. Zonde, zonde. Ja, ik ben hier denk ik pas zaterdag weer. Ja. Hallo. Dit is vandaag... Oh, mijn batterij is bijna leeg, chill. Mama is het aquarium 1% aan het verschonen en ze heeft Chico mee naar school genomen. Zo grappig. Wel echt heel leuk. Mijn support. En ik had net een gesprek met iemand over de EDI-lessen die er verstand van heeft hier op school. En dat ben ik nu aan het uitwerken. En dan ga ik nog met een collega die zelf de les geeft bespreken. En het was eigenlijk een heel fijn gesprek. Heel fijn om met iemand te praten die gewoon heel veel verstand van heeft. Dus dat is super fijn. Hier ben ik mijn les aan het voorbereiden. Daar is juf Elina. Mijn les. Oké. Het bord. Ik heb besloten om het doel simpel te houden. En overal ook bij te schrijven wat ze moeten doen als ze klaar zijn. Omdat het zo, hoe vaak ik dat ook uitleg... Minstens een derde vraagt steeds weer, wat moet ik doen? Dus nee, je gaat niet aan de rode kant. Je levert het in, je maakt het werkblad en dan kan je de moeilijke vraag nog gaan beantwoorden. Je levert het in, dan ga je je leesboekje lezen, je veilig en vlot lezen, je veilig gespeld lezen. Je levert het in en dan ga je stil lezen. Zodat ik niet de hele tijd al die vragen krijg. En bij deze les komt dus mijn lesbezoek. Over hoeveel uur later het is? Het is nu 6:00. Als ik morgen weer op school ben, is het 8:00. Hoeveel uur later is het dan? Dat is een strikvraag. Want dan zou je kunnen zeggen 2. Het is natuurlijk 14. Nee, dat is te moeilijk. Ik ga nu naar huis. We gaan lekker pasta pesto eten. En dan ga ik daarna nog even rustig mijn les helemaal doornemen. Hier liggen klokjes klaar. Hé, ik had meer klokjes. Waar zijn die? Waar zijn die? Nou, hier liggen klokjes klaar. Wisbordjes. Heeft juf Eline ook heel goed met ze geoefend hoe dat moet. Dus het is helemaal netjes ligt het klaar. Heeft zij net gedaan. Super schattig.
En dan kunnen de kinderen er netjes eentje afpakken. Hoppakee. Even veranderd, want de potloden waren altijd best wel mooi op kleur gesorteerd. Maar daardoor zaten de gummen hierin. Dus als ze gummen wilden pakken, altijd een hele potje potloden over de tafel. En nu pas dacht ik vandaag, daardoor is dat zo. Ja, dit was altijd chaos, dus dan heb ik liever dat de kleurpotloden wat chaotischer zijn. Want zo vaak gebruik je die nou toch weer niet, de kleurpotloden. En dan dat de blokjes waar ze mee werken gewoon makkelijk... Elke werkboekje moeten die weer erbij gepakt worden. En de gummen. Want logisch dat je je gum niet kan vinden als het helemaal onder alles ligt. Het is natuurlijk ook helemaal niet nodig dat je zoveel potloden hebt. Dus ik ga die potloden nog een beetje eruit halen, dat ze gewoon goed werkpotlood hebben. Het kan dan eventjes voor iets anders gebruikt worden. En dan, ja, dit vind ik gewoon beter. Dus dit is zo ontzettend veel herrie. Dus hup, gummen, blokjes, kleurpotloden. Hier die kleintjes, ze pakken toch alleen maar de grote potloden. Dus die kleintjes doe ik wel even ergens apart houden. Zonder om ze weg te gooien. Beter. Daar zijn we weer. Omdat het de laatste avondmaaltijd is, mag Chico nog heel even op mijn schouder zitten. Ik ga Chico wel missen. Je eet hier toch sowieso iedere maandagavond? Oh, het is wel, ja. Lijkt wel gek op jou dan op mij. Nee, maar dat... Betreft, is het goed dat je eind april naar je eigen huis vertrekt. Dan ik weer, maar kijk, ze gaat helemaal slapen bij je. Kijk, dan hij gaat helemaal slapen bij je. Ik hou gewoon een zielsveel van deze vogel, maar jij ook. Jeetje. Zo lief vogel. Ze hebben zijn ogen dicht naast je. Zo lief. Goed midden in de slaap, schat. Jee, hij is helemaal zijn ogen dicht. Het was echt zo, want het was echt eventjes van... En dan kwam je Chico brengen en ik was alles vergeten. Dieren werken... Therapeutisch. Dieren werken echt, vooral bij gevoelige mensen. Bij papa ook, natuurlijk. Push me jou. Laatste avondmaaltijd. Hallo. Het is echt al 17:15. Ik heb nog niets gedaan behalve praten. Met al mijn collega's over de lessen gingen. En zo, we hadden allemaal lesbezoeken natuurlijk. En, vergaderingen zo gehad. Dus ik moet nu echt even aan de bak met de voorbereiding. Maar ik heb wel een heel goed gevoel. Het was eigenlijk een hele positieve beoordeling en mooie dingen gehoord, ook werkpunten, maar echt hoge werkpunten zeg maar al. Dus de basis is gewoon heel goed en daar ben ik wel echt eigenlijk heel erg blij om. En ik ga gewoon met een heel goed gevoel straks naar huis. Ik heb nog helemaal niet verteld wat mijn les was. Ja. Dit was in ieder geval het bord. Right, het bord voor morgen staat lekker vol. Maar wat ik er dus nu steeds bij wil zetten is, wat doe je als je klaar bent? Je leesboekje lezen, je veilig gevuld lezen, je veilig gespeld. Klaar, je dagboekje oplezen. Klaar, rode kant, werkblad aan de klok. Werkboekje maken die je nog hebt. En je pluszak of je rekentijger. Dit betekent dat je bij die les je blokje ook op tafel moet leggen. Ik kan het eind van de dag bespreken als het goed ging. Hoe we het na de vakantie door gaan zetten. En dan gaan lekker morgen knutselen in de middag, omdat het bijna vakantie is. En... Dus zo, en het is alweer 17:55. Nou, ik heb zojuist mijn eerste parabericht gestuurd op deze school. Nou, ik denk sowieso mijn eerste parabericht ooit, want op mijn vorige scholen werkte we wel met Parnassus, maar niet met paro. Ik hoor die muziek uitzetten, anders krijg ik weer een copyright claim. Zo, het is... 17:45, het was een lekker dagje. Even foto's gestuurd van een verjaardag. En nog een verjaardag, want het waren 2 verjaardagen. Superleuk, Charlotte, dankjewel. En weer een tand minder. Sorry. Ja, al die tanden die eruit gaan. Ik heb een weekbericht verstuurd. Als het goed is nu, voor het eerst. Is het me gelukt? Is het me gelukt? Ja. Zal ik zeggen wat ik heb? Oh, misschien is het een beetje te lange tekst om te zeggen. Ik kan het ook wel eventjes filmen voor jullie. Voor wie het leuk vindt om dat te lezen hoe ik dat doe. Normaal doet juf Eline het en nu doet juf Charlotte het. Het was wel, moet ik zeggen, heel erg lekker om een keertje. Ik kijk nooit de camera in, hè? Hi. Om een keertje 3 dagen te werken. Dat is echt wel een verschil. Je hebt dan veel meer een vibeje met die kinderen. Als ik nou op de muzieklus binnenkom bijvoorbeeld en ze luisteren niet. Dat ze dan meteen, weet je wel, eens van juf is er. Omdat je de derde dag maakt echt een verschil. Echt. Dit is mijn tekst. Ja? Ik ben er altijd nog. Je woont hier. Ja. Wij willen weggaan. Mijn favoriete juffie. We moeten
wil los haar. Nee, je hoeft niet los haar. Hi. Hi. Wil je iets zeggen? Nee, hè? Dat is awkward. Dat is je van groep 4. Niet mijn beste kant. Nee, dat ga ik er niet in doen. Nee, ik was even... Lekker weekend. Oké. Oké, ja, ik vergeet dus altijd beneden mijn naam. Dus niemand weet dat ik hier altijd nog ben, maar ik ben hier altijd nog als laatste. Ja. Wie is dit? Sorry. Wat deed je? Ik gooi hem dicht, maar doe jij dat alarm maar op? Nee, moet ik dat doen? Ja, dit is mijn bord. Ik zet er dus nu steeds bij. Wat doe je als je klaar bent? Wat doe je als je klaar bent? Wat doe je als je klaar bent? En dit heb ik vast bedacht. Het is een beetje een eng thema met Medusa en zo en enge dingen. Dus ik ga een positief masker knutselen. En ja, het is heel vol bord, maar ze gebruiken het wel echt nu al. Van, oh ja, lopen ze naar me zo. Juffen ook. Oh ja, ik moet op het bord kijken. Want ze kunnen nog niet onthouden wat ik heb gezegd. Ja? Ja. Oké. Okay. Doei. Ze kunnen nog niet onthouden als ik zeg maar 5 keer zeg. Je gaat eerst dit doen. Dat lukt nog niet. Maar ze hadden nu wel na een paar keer. Oh ja, juf, ik moet naar het bord lopen. Dit was ook wel leuk, want op het eind van de dag mochten een paar kinderen tomaatjes eruit halen en nieuwe erin doen. En Eline zegt dus, mijn moeder, dat ze het dus hiermee nog wel een week redden. Maar dat betwijfel ik eigenlijk. Dus misschien moet ik naar school tussendoor. En ja, ik vind ik las nu gewoon niet zo netjes. Dus ik wil het niet zo achterlaten. Want ik wil eigenlijk ook niet naar school in de vakantie. Maar ergens denk ik, iedereen is weg. De zon schijnt. Ga lekker weg. En ga nog even met je moeder in die 2 weken een keer naar school. Om het hier even op te ruimen en schoon te maken. Ik denk dat we dat gaan doen. Oh, we hebben een hele leuke knutsel. Deze week had niemand geknutseld. Want er was gewoon een werkblad over bloemen en zaden en zo. Maar ik wil toch bij elk thema eigenlijk een knutsel op het bord hebben. Omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. Dus het was niet een hele handige beslissing. Want voor de vakantie moet je eigenlijk lekker laadjes opruimen, uitdelen. Chill knutselen, rustig aan, klas schoonmaken. En ik heb dus toch nog even zo'n knutsel gedaan. Dus uiteindelijk was het net, hadden we net niet genoeg tijd om het helemaal goed te doen. En daardoor ook net niet genoeg tijd om de klas helemaal netjes achter te laten. Toen kwam groep 5 nog helpen met een paar kinderen helpen met de knutsel en potloden slijpen. Dat vond ik wel heel leuk. Ik werk nu dus ook heel veel met kinderen van groep 5 samen. Ook begeleiding met foutjes verbeteren en lezen. Dat echt vind ik heel erg leuk. Dit is dus de groepsopdracht die we dit keer hebben gedaan. En ik vind groepsopdrachten gewoon heel leuk. Het blad is wel iets te groot en daardoor het is niet nodig en neemt heel veel ruimte in op het bord. Maar ik kon even geen kleinere vinden, alleen hele kleine. Dus ze dachten dus dat dit aardappels waren. Ja. Kijk, hier heb ik het gehangen. Want het is belangrijk dat het ook een beetje door de school hangt. We hebben het dus niet 100% af kunnen krijgen. Maar ik denk als het hier hangt, dat we het na de vakantie nog wel af kunnen maken. En dat het gewoon hier kan laten. Maar dat ze gewoon hier nog wat kunnen schrijven of er wat op kunnen plakken. Want je ziet, hij is nog niet helemaal duidelijk. Kijk, dat is ook wel mooi. Maar wel heel leuk weer, zo'n groepsopdracht. Kunnen we later nog mee verder. Maar dan hangt er in ieder geval vast wat. Want je hebt zeg maar 1 week voor 1 zo'n thema. Het is een overkoepelend thema, maar het is heel breed. Dus ja, vorige keer ging het over de maan en nu gaat het weer over bloemen. Dus. En dan is het overkoepelend thema is dan het leven op het land. En dan gaat het ook over de maan. Dus het is heel breed gezocht. Maar je gaat volgende keer na de vakantie niet meer terugkomen op die bloemen. Dus daarom wilde ik het nu doen. En ja, volgens mij vinden jullie het leuk als ik dit vertel. Dus daarom vertel ik het. Ik laat het nu. Dan ga ik gewoon nog even later schoonmaken. Ja joh. Good morning. Ik heb lekker uitgeslapen. Het is nu 11 uur. Ik heb lekker mijn haar gewassen. Buiten gezeten met de Poes. Lekker met Chico gedoucht. Lekker met Chico ontbeten. Net even met Poesje Miauw geknuffeld. En... Oh, is het nou allemaal dicht? Nu ga ik even sporten. Maar ik ga eerst langs mijn huis. De weg is allemaal afgezet. Zet ik daar de auto, ga ik eventjes een cadeautje pakken voor Elisa. Ik ga mijn krultang en mijn Dyson halen. Ik ga even kijken voor kleren of ik vanavond iets leuks heb om aan te trekken. En of er in de koelkast al die fietsen die omgewaaid zijn nog eten ligt. Is de brug nou weer dicht? Nee. Huh? Nee toch? Ja, of er nog eten ligt wat ik mee moet nemen. Oh my god, nee. Allemaal afgesloten. Dus ik had wel op de fiets willen gaan, maar mijn fiets staat juist bij mijn huis. Dus ik kan wel met de auto bij mijn huis komen. Lastig. Maar niet met mijn auto bij de sportschool komen. Dus ik ga dan lopen. Ik spullen pakken in mijn auto leggen en dan lopen naar de sportschool. En dan naar mijn auto weer. En dan weer naar mijn oudershuis. Dan gaan we vanavond uit eten met vrienden. We gaan naar Scheveningen.
naar een tapasrestaurant en daarna naar het casino. Super gezellig. En daarna weer naar mijn huis. Naar mijn ouders huis dus. En ja, het is een heel lekker dagje. Ik ga met de trein. Zodat ze terug met de auto kunnen. Want ik ga dus met vrienden en met H. En H komt dan daarna weer hier slapen. Ik snap het als je denkt, huh? Wat zijn jullie nou allemaal aan het doen? Jullie zijn toch uit elkaar? Klopt. We weten het zelf ook eventjes niet. Dus ik kan er niet zoveel over zeggen. Want ik weet ook niet precies wat we aan het doen zijn. Volgens mij ben ik nog nooit zo lang niet in mijn huis geweest sinds ik mijn huis heb. Want ik was er voor het laatst op dinsdag. Want ik heb woensdag onder vrijdag gewerkt. Het is nu zaterdag. Dus 4 dagen. 3,5 dag. Best lang, hè? Maar ik ga echt even proberen niet te kijken naar dingen die ik wil doen. Want daar heb ik vandaag gewoon geen tijd voor. Dan kom ik weer in de tijdstress. Net als vorige keer toen ik naar de verjaardag van mijn ex-schoonmoeder ging. Toch tijdstress op het einde. Dus ik wil gewoon eventjes... Weet je, ik heb nog genoeg tijd om in mijn huis te klooien. Dus dat hoeft niet vandaag. Connected. Oké, ik was toch iets langer in mijn huis. Maar nu ga ik. En de weg is open. Dacht ik, omdat er allemaal mensen rijden. Dan kan ik in één keer met de auto naar de gym. En dan daarna ook weer lekker in één keer door naar huis. Want het moet over 3 uurtjes in de trein zitten. Dan denk je, oh, dat is nog super lang. Maar de tijd gaat echt super snel hoor. En ik had ook al weer trek gekregen. Toen dacht ik, hey. Ik had nog lekker shakies liggen. Dus ik heb lekker vast een halfje ongeveer genomen van mijn Y-food. En dit is dus de smaak chocola. En dit smaakt exact naar chocomel. Maar dan, ja, ik vind dit zeg maar chocomel van chocomel nooit heel lekker. Maar ik het te vol vind smaken. Ik word een beetje misselijk van. Dit, heerlijk. Deze vind ik ook echt heel erg lekker. Ik neem nu een half flesje en dan doe ik de andere helft nog even in de trein. Voordat we, ja, ik zit meer dan een uur in de trein. Dan gaan we natuurlijk lekker uit eten. Maar vind ik het wel lekker om nog even een half shakeetje te hebben genomen. Dus oké. Okay. Let's go to the gym. Oké, make-up tijd. Een meisje in mijn klas met een ander meisje kwamen naar me toe. Zei die ene van, juf, je hebt geen make-up hier. Zo, ik heb er nooit make-up, zegt ze. Hé, maar je hebt er allemaal vlekken. Lijkt wel appelstroop. Dat had je eerst niet. Dus eerst had ze make-up. Ik zei, het komt door de zon. Een soort van op elkaar stapelde sproetjes. Oh, oké. Okay. Kinderen zijn altijd zo eerlijk. Ja, het maakt me niet uit eigenlijk. Ja, het weet me niet. Het is zo. It is what it is. Maar het is wel echt een grote vlek. Iedereen ziet het. Wat ik het enige irritant eraan vind, dat mensen denken, wat is het? Kijk, of het lelijk is of zo, dat boeit me niet meer van. Het valt op van, hè, wat zit er op haar hoofd? Appelstroop? De trein die ik wilde rijden niet, dus dan moet ik even laten weg. Maar duurt het een uur en een kwartier en ik moet 20 minuten lopen door de regen. Moeten we wat voor over hebben? Oké, I'm a sort of ready. Ik heb nu nog heel veel make-up, want dat ga ik er nog een beetje afvegen. En ik heb nog heel veel tijd in de trein. Rest van mijn Y-food, shake je mee en let's go! Ik heb trouwens nog een cadeautasje. Gevuld met van allemaal leuke beauty dingetjes die ik nog had. Want ik dacht, ik denk dat ik haar heel blij mee maak. Zo ziet het Super veel brood. Dat hoef je niet meer te eten. Dit is lekker. Dit was wel een lekker wijntje. Zo, ik zit echt zwaar in het licht hier, joh. Ik ben gewoon wit. Ja, jullie zitten extreem in het licht. Zo. Ik ga hier zo in. Dit is beter. En de zeven hier. Zo, lekker yoghurtje weer. Met peer, eitjes en broodjes zitten in de oven. Er moet nog een klein beetje geklust worden. Dus we hebben besloten om lekker lopend naar huis te gaan. Want het is gewoon zo en dan helemaal het pad af. Heerlijk.
heerlijk. En ik ben aan het timen hoe lang het nou lopen is. We lopen gewoon in een best wel relaxed tempo. Alleen op Google Maps. Ja, nu sneller lopen. 21 minuten, maar ik denk korter. Een heerlijke dag. Zalig. Oké, jongens. Hij gaat de lamp ophangen. Dit ligt hier dus al zo lang. Ik ben het helemaal aan het uitstellen. Omdat ik gewoon niet weet hoe ik die deuren af moet maken. Dus dat is echt zo'n laatste taak waar je dan echt tegenop ziet. En dit ging ook niet helemaal lekker. Maar mijn bed komt dus donderdag al. De wall moet ik eigenlijk ook nog afmaken. Op een gegeven moment staat het altijd een beetje stil. Ik vind dit onderdeel nog het lastigste van mijn huis, denk ik. Ik heb nu dan zeg maar rubber hier opgeplakt en dit. Zit het los? Oh, er moet nog één schroefje. Hier aan bevestigen aan beide zijkanten, maar het heeft echt geen functie. En ik heb dan hier een soort van harig stripje aan de binnenkant geplakt. Maar nog steeds zit dat gat hier in het midden. Dat is het enige wat echt belangrijk is. Ik snap het niet. Nou, deze kast vind ik een beetje demotiverend worden. Ik heb wel nog een plankje erin. En we zijn nu bezig met de wasmachine en de droger. Heel veel werk. Dus jullie reageerden allemaal massaal dat de transportbouten er misschien nog op zaten. Nou, jullie hadden dus gelijk. We hebben de handleiding niet gecheckt. De vriezer staat nu hier. De droger staat hier. En er zaten inderdaad nog transportbouten. Maar ik vind het alsnog vreemd waarom die trommel dan wel draaide. Zo, een mooi lampje. Moet alleen nog even een lichtje in. De wasmachines, inderdaad. Ah, het is gefixt. Ze doen het weer. Ondertussen was even cadeautjes inpakken voor mijn ex-bonusdochter. Schattig, hè? Cute. Leuke mandje. Leuke tasje. Is altijd een grapje wat we hebben met Peppa Pig. Leuk, leuk. Nou, ik heb echt heel veel lekker gezonde dingen. Lekker truiven, aardbeien. Nog meer aardbeien. Tomaten. Bio-eitjes. Blauwe bessen. Suikervrije amandelmelk van Zon Natura. Oatly. Sapje kaas. Deze pannenkoekjes vond ik echt lekker. Ze zijn helemaal niet zo ongezond. Gemmersapjes, vetten. Melk. Dat was hem. Oké, lieve mensen. Ik ga de vlog hier weer afsluiten. Als je mijn Instagram hebt gezien, heb je gezien dat ik superveel beelden ben verloren. Ik had mijn hele vlog al geëdit en ineens bleken heel veel beelden niet goed geïmporteerd te zijn. En ik had het al verwijderd van mijn camera. Dus heel veel leuke beelden ook over mijn lesbezoek. En heel veel andere leuke klusbeelden zijn allemaal gone. Dus de vlog is wat korter. Ik hoop dat die alsnog leuk was voor jullie. En ik zie jullie graag volgende week weer. Vergeet niet te reageren en te liken. Want ik merkte op mijn vorige vlog minder reacties. Ongeveer echt 40% minder. Meteen minder views. Dus als je me wil helpen, blijf reageren en liken. En dat zou ik echt super lief vinden. En abonneer vooral als je niet geabonneerd bent. En ik zie jullie graag volgende week weer op Instagram. Bye!